Ja, je denkt bij jezelf, hoe komen we nou van die klimaatvervelejaars af? Ja, want dat is aan de hand. He? Hoe ga je dat stoppen? Want die gaan niet opgeven hoor. Nee, die zijn zo fanatiek en zo verschrikkelijk vervelend. En daarom heet ze ook de vervelejaars. Maar die klimaatboys, die denken dat ze hun ideeën over hoe het in de wereld is, dat ze die maar gewoon door onze strotjes moeten douwen. En dat alles geoorloofd is. Nee. Zo gaan we dat niet doen. Want nu hebben ze weer toegeslagen, hè, vrienden. Heb je het gelezen? Heb je het gezien? Midden in het concertgebouw. Ja, ik bedoel, ze blijven dit soort dingen verzinnen en ze blijven dat maar doen. En dat moet gewoon een keertje ophouden. Ja, toch? Ja. Maar gelukkig, wat hebben we gezien? Die gozer werd gelijk boe en weg en niemand heeft meer een woord verstaan van al die flauwekul. En toen greep het publiek zelf in. Ja, die pakte hem vast. Ja, eindelijk. Want Nederlanders, die laten zich meestal alles gebeuren. En hoempopompopom en die komen nooit in opstand. Nu wel. Ja, in het concertgebouw. Dat is een goed begin. Ja, ze pakten hem op en sleurden hem de zaal uit. Kijk, dat is goed. Top, dat publiek verdient. Ja, die verdienen een applausje. Top gedaan. En dan hebben we natuurlijk die gasten nog die daarbij Johannes Vermeer zijn geweest. Weet je wel, met het meisje met de parel. Die hebben daar lopen vervelen jaren en die zijn nu veroordeeld. En dat is ook een goed begin. Ja, dus het ziet er wel beter uit nu. Want die rechter die zei van ja, hier heb ik helemaal geen zin in dit soort acties. En die zei, hier gaat gewoon 2 maanden en eentje voorwaardelijk. Dus die moet 1 maand de cel in. Ja, alleen, wat zien we nu? Ja, gaan in hoger beroep. Ja, die gaan in hoger beroep. En vriendenrechters in Nederland, laat dat niet gebeuren. Ga dat niet verminderen. Hou dat vast. We zijn op de goede weg. He? De mensen zelf pikken het niet meer. En de rechters moeten het ook niet meer pikken. Boom. Dus die maand, die blijft staan.